Een lijnenspel met gevolgen, niet op één lijn en over en uit. Het mag geen verrassing zijn dat het de dag na PSV Ajax vooral gaat over het veelbesproken zijlijnmoment. We blikken aan de hand van de ochtendkrantjes terug op de topper in Eindhoven. De verontwaardiging en de woede bij de afgeloste koploper galmde gisteren door heel het stadion, schrijft het Algemeen Dagblad. Op het veld, waar spelers hun ogen niet geloofden, op de bank, waar stafleden hun verhaal haalden en in de perskamer, want ook Cody Gakpo voelde zich bestolen toen hij achter de microfoon plaatsnam. De Amsterdammers, die wel het beste van het spel en de beste kansen hadden, nemen de koppositie mede over door de dubieuze beslissing die aan het einde van het seizoen doorslaggevend geweest kan zijn voor de titelrace en de tientallen daarbij horende Champions League miljoenen. Ook Willem Vissers van de Volkskrant zag het dubieuze moment aan de zijlijn. Over dat ene moment valt ook bijna meer na te praten dan over de wedstrijd. Die is vrij armoedig. PSV Ajax, het topduel om de koppositie in de Eredivisie, het voorspel op de landstitel, is als kijkspel soms schrikbarend onaantrekkelijk. Zeker voor rust, de koploper voor de aftrap, PSV dus, beseft diep in zijn hart, of misschien zelfs niet eens zo diep, dat Ajax beter is. Over de hele linie heeft de kampioen net wat betere voetballers, er zit meer lijn in het systeem, meer vastigheid in de ploeg. Ajax is beter aan de bal, al blijkt er van zondag te weinig in Eindhoven. Ajax is ook harder, mentaal en fysiek, aldus de Volkskrant. De Telegraaf besteedt ook nog aandacht aan toneelspel van Martinez. Argentijnen doen alles om te winnen en wat dat betreft is Lisandro Martinez bij Ajax een rolmodel. In het Philipsstadion letterlijk, want de centrale verdediger belandde na een overtreding buiten de lijnen en moest in een poging om tijd te winnen 4 keer om zijn eigen as heen rollen om weer binnen het speelveld te komen. Scheidsrechter Danny Makkely had het toneelspel van Martinez door en sommeerde hem op te staan. Het is te hopen dat het kabinet deze week beslist weer fans toe te laten in de stadions. Het voorkomt hoogstwaarschijnlijk het gedrag van Martinez, die het gerol voor volle PSV-tribunes waarschijnlijk wel achterwege had gelaten. Valentijn Driessen heeft het maandag in zijn column in de Telegraaf over een verbazingwekkende gijzeling van PSV door voetbalfluisteraar Roger Schmid. De trainer blijft directeur Toon Gerbrands en technisch directeur John de Jong van PSV aan het lijntje houden. Na 2 seizoenen wil PSV graag door, maar Schmid weigert nu al zijn ja-woord te geven. Het lijkt er verdacht veel op dat hij eerst de garantie van PSV wil dat de club zich fundamenteel versterkt alvorens bij te tekenen. Onbegrijpelijk dat het directieduo in Eindhoven zich dit gedrag laat aanleunen. Millimeters gaven uiteindelijk de doorslag in de topper tussen PSV en Ajax. Met nog 14 wedstrijden te gaan zijn de Amsterdammers koploper van de Eredivisie. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Hoi!